Wat hebben we nodig? Ten eerste al belangrijke keuze van bloem. Ja. Doppio zero. Doppio zero. Dubbel nul. Letterlijk. En dat is omdat die fijner is. Dat is de pasta die ze gaan gebruiken voor pizza's en voor pastadeeg. Het recept is heel simpel. Per 100 gram bloem een ei. Hier hebben we 3 eitjes, dus dat was 300 gram bloem. Een eetlepel olijfolie en zout. Oké, zet uw gewicht daar maar eens op. Dat zal ik niet doen. Ja, dat wou ik niet zeggen. Maar het is de bedoeling hier dat al deze bloem eigenlijk hierin wordt gemasseerd. Masseerd. Ja. Oké. Ik ga ondertussen mijn handen wassen en jij mag mama helpen, hè? Juliette? Ja. Ik ga zelfs onder de bloem hangen, denk ik. Wil jij ook eens proberen? Ja. Kijk, wat moeten we hebben voor het pastadeeg? Zie je, dat is een pastadeeg die niet meer kleeft. Uiteindelijk, ik ben nu mijn handen gaan wassen omdat ik jullie heb laten overnemen. Maar uiteindelijk vermengt zich dat allemaal heel mooi. Ja. Zie je, al dit, dat kan erin. Ja, ik ben dat nu wel al gewoon. En dan voel je ook die consistentie. Ja, dat wordt er allemaal ingekneed. Enfin, nu is dat... Is dat wel goed? En dan laten we dat even rusten. De tijd van alle sauzen te maken. Die lasagne is misschien een beetje atypisch. Hè? We komen dat niet zo vaak tegen. Nee, ik heb dat ook nog nooit gegeten. Pasta. Dus gewoon dit laten rusten met een plastic folie over. En ondertussen maken wij de rest klaar. Wat hebben we hier al klaar? In feite moet je ervan uitgaan, we maken een gewone lasagne. Wat heb je nodig bij lasagne? Bechamelsaus, dat klaar. Kan iedereen maken, kan je ook op de site vtmkook.be vinden. En een lekkere verse tomatensaus. Dat is ook gewoon een beetje look, ajuin, tomaatjes spellen, in stukjes snijden, laten sudderen. Ja. Wat heb ik hier nog klaarstaan? Een paddenstoel, dat is wel lekker. Hè? Zo gewoon gebakken en ook courgette. Heel zachte smaak. Gewoon in de pan. En dat gaat mooi vermengen in die lasagne. Gewoon bakken met een beetje peper en zout in olijfolie of boter. Alright, daar mag je plasticje over. Ik ga deze eens wegkrabben. En jij mag de vis nemen in de koelkast. Een stuk vis. Ja. Roze garnaaltjes en inktvis ga je daar vinden. En in feite moet je alles gewoon kort opbakken met peper, zout en look in olijfolie. In olijfolie. That's it. Ja. Right? Is hier ergens olijfolie? Ja. Ja, olijfolie, ik wou zeggen, is hier ergens look? Denk je, lookpoeder is ook goed, hè? Dat mag. Eén teentje? En wel één teentje per pan, dus 3 teentjes. Snap je? Ja. Alles apart. Alles apart, dus niet in één... Waarom niet? Anders ga je echt een pap krijgen. Krijgen, ja. Oké, peper en zout. Kom je mama hier soms bezoek brengen? Als zij werkt. Niet zoveel, maar zo. Ik ben hier al wel geweest. Maar wel eens, je bent al eens meegegaan naar een congres en zo. Maar voor hen is dat ja. Zeg, hoe cool vind je dat dan, dat je mama staat? Want je mama neemt geen blad voor de mond. Zij gaat echt voor haar mening. Ja, ik vind dat soms wel een beetje vreemd. Want als dan, ja, thuis dat gewoon mama. En dan kom je daar binnen en dan zegt iedereen zo, mevrouw Rutte. En dan staat hij daar ineens op een podium. Ja. Wat heel grappig was, was helemaal in het begin toen ik voorzitter was. En ja, je moet natuurlijk veel regelen en je bent eigenlijk veel bezig. En toen was ik eens thuisgekomen en ik denk dat jij het was iets... Zeg, mama, hier thuis ben je niet de baas, hè? Toen wist ik het direct. Ja. Dan, oké, toontje lager, ik ben hier en gewoon en dus thuis mama. Ben ik gewoon. Ja. 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 Voilà. So you got what you wanted. Dankjewel. De inktvisjes mogen in ringetjes gesneden worden. Dus weer hetzelfde. Warme pan, inktvisringen erin, peper, zout, wat ook. Kort, het is genoeg. Die mogen daarin. Dan al goed? Ja, verder in de oven. Hè. Ah, oké. Oké, zelfde pan op vuur. Kan je kwaad? Kan je kwaad? Weer een beetje. Terug olie. Olie, ja, vis. Ook peper en zout en that's it. Voilà. Oh, maar lekker. Dat ruikt hier goed. Ja, dat ruikt. Hè? Voilà, zie, goed gedaan. Dat mag ook op een bord. En dan gaan we... Gaat dat? Ja. Pasta rollen, hè, mannetjes.
Alright, het leukste van alles van dit gerecht vind ik persoonlijk pasta draaien. Dat kan met een elektronisch apparaat, maar dat kan ook zo met een simpel apparaatje dat je vastklipst aan je werkblad. En dan nemen we ons deeg. Maar dat moet nu wel nog een beetje extra gekneed worden, zodat die ook lichter en lichter wordt en dat die ook mooi stevig is als we hem gaan koken. Hè. En voor hoeveel is dit ongeveer? Hiermee gaan we één volledige lasagne kom kunnen maken. Dus voor vier. Maar je moet ongeveer tellen. Voor die 300 gram is wel voor vier personen. Als je nu de lasagne niet maakt. Hè. Ja. Want verse pasta is altijd iets zwaarder dan droge pasta. Wat moeten we nu doen? Dit is de grootste opening en hier kan je die smaller of breder maken. Zie je dat? Mm-hmm. En dat klikt daar dan in iedere keer. Je begint op de grootste opening. Stand, ja. Ja, grootste stand. Je deeg maak je een klein beetje platter aan de ene kant, voordat dat grip heeft. Alright, dan gaat dat erin en dan begin je te draaien. En dit moet je eigenlijk blijven doen. Blijven doen op dezelfde stand, een paar keer. Ten eerste om een schoon rechthoekig stuk al te hebben na een tijdje. En ten tweede, voordat je pasta mooi gekneed wordt. Ook, want dit dat is ook een soort opnieuw. Ja. Kneden. Kom aan, Juliette. Draaien en jij kunt erin knutten. Pak ze maar. Jij draaien, ja. Ja, nog een keer. Ja, nog een keer. En je ziet, dat wordt al lichter van kleur. Hè? Ja. En je voelt ook maar dat het een beetje steviger wordt ook. Zo. Van consistentie. Ik ga het hier een beetje, want hij... Ja, draai maar. Ja, ja, je voelt dat... Je voelt het, hè. Ja. En je moet niet... Als je te veel bloem moet gebruiken, omdat hij niet kleeft, dan zit je recept niet juist. Ja. Okay. Hoe lang blijft een verse pasta goed? Als je die blaren maakt, kan je dat ook... In feite wordt dat hard, hè. Ja. En omdat er in verse pasta geen bewaarmiddelen zitten, kan je dan een dag of twee houden, maar dat is heel breekbaar. Dan begint dat af te brokkelen. Ja, dat is niet zoals bij pasta's die kant-en-klaar gemaakt zijn. Daar zitten bewaarmiddelen in en ook middelen die dat hard houden. Mm-hmm. Dus het is om direct op te eten of klaar te maken? Ja. Of anders koken, hè, en bijhouden. En bijhouden. Ja. Oké, dat is de laatste keer. En zo tot het dunste standje. En dan kunnen we beginnen de lasagne maken. Yes! Perfect. Dat is toch iets dat is echt rustgevend, hè, dit? Ja, absoluut. Ik maak dat echt heel graag. En de laatste keer. Voilà. Nu gaan we een hele lange lappen doen, mannetjes. Zie je dat hem niet scheurt? Wacht, hè. Want wat we nu kunnen doen, is al snijden. Zo. En dan leggen we... Dan mag je die een beetje hoger leggen. Ja, gewoon je hand eronder. Prima. En dan verder draaien hier. Yes. Dat is het. De fun van zelf pasta maken. Oeh. Ja. Yes. Oké. Yes. Onze vorm. Nu kunnen we laagjes maken. Hè. Wat is eigenlijk de volgorde? Geen. Buiten het feit dat je best van onder een beetje saus hebt en aan de bovenkant, dat voordat plakt de kaas gaat. Ja. Dus tomatensaus, een laagje. En dat is nu het gemak van die verse lasagnevellen. Dat is dat we dat perfect kunnen snijden hoe dat we dat willen. Voilà. En dan twee smaller stukjes voor de zijkant. Ja, ja. Zie je? Oké, groenten. Gebakken paddenstoeltjes. En iedere keer bij een groente of bij de vis een sausje bij ook. Hè. Ja. Voilà. Het belangrijke is dat die pastadeeg een beetje vocht heeft om te garen. Hè? Want pastadeeg gaart normaal gezien in water. Hè? Juist, ja. Dus hier gaat die saus helpen garen.
Heerlijk. Rijkt goed. Beetje vis. Oké, pasta er weer over. Dunne lapjes voor erlangs. Weer wat saus. Voilà, de groentjes. Ja, die hadden we nog niet. Nog eens de pasta nu erop. Ja, ik heb pauze. En nu is de bedoeling dat alle restjes bijeen gaan voor de laatste laag. Mama. Ah, dag Fons. Ik is goed. Ja. Hier is nog dat is iemand. Fons. Ja. Hallo, dag Fons. Wat zeg je tegen Sophie? Heb jij honger? Ja. Hè? Komt jij mama een beetje onder druk zetten? Ja. Kijk eens wat we gemaakt hebben of aan het maken zijn. Hier mag nog eens rode saus op. Wil jij dat doen? Zo gewoon een paar lepeltjes. Doe maar. Alfons, doe maar. Hier een paar lepeltjes op. En Juliette zal open smeren. Voilà. Dan gaat aan ruiken. Al de rest erop. Die groentjes en de vis doorheen. En daar gaan we dan hier en daar nog zo een lekje bechamelsaus op doen. Omdat dat dan een lekkere, smeuïge schotel wordt. Hè. Voilà. En dan rijkelijk gemalen kaas. Deze gaat in de oven. 195 graden, toch 35 minuten. Want die lasagne moet garen. Ja. En ook mooi alles samen garen. Hè. Scharen, ja. Voilà, voorhoor aan de oven. Woep, 195 graden. En dan kunnen wij een leuke tafel zetten. Ja. Hoppakee. I like the way that your body move all over the floor, nah, nah, nah. I'd like to find a way to get lost in you, yeah, yeah, yeah. I wanna talk to you, baby, say what's on your mind. Girl, tell me anything that you wanna do, yeah, yeah, yeah. Ain't we all just looking for some love in the night? Kinda crazy. Wow. Wow. In plaats in een... Zo gezellig is het nog nooit geweest in het partijbestuur. Voilà, zie. Maar het ziet er goed uit. Fantastisch. Oh, ik heb honger. Oh, oh. Wauw. Hallo, kus. Alsjeblieft. Kan er iemand water uitgieten? Ja. Of moet ik dan op die topjes drukken? Kan er iemand water? Dan komt er niets. Nee. Nee. Het ruikt fantastisch. Fantastisch. Smakelijk. Vinden jullie dat ook? Vind je dat ook? Dat ja, wel. Lekker ruikt. Ja? Top voor mij. Oh, hoe lekker is dat? Dat is echt één smeuïge lasagne, hè? Ja, de zeevruchten die erin zitten zijn ook nog echt allemaal apart. Zeevruchten, het is geen pap. Mm, dat is ook de bedoeling. Mm-hmm. Ja. Daarom is het belangrijk zo, hè, van apart te gaan. Dat is zo'n gerecht waar je van blijft eten. Je staat op tafel en je denkt, ik ga een klein stukje pakken. Kostjes en dan zo. Heb je dat ook? Zo, ah, ja. Zo die kaas zo. Ja. Mm, dat is het beste, hè? It makes my day. Het gezin zien, het gebouwen zien, in het leven van Gwendoline kruipen. Hele goede tip. I'm happy. Merci. Morgen.